Hallo, welkom bij Kutmannen. Ik ben Bappie. Ik ben Jason. En we gaan lekker jullie vragen weer beantwoorden. Hoe lang duurt de transitie gemiddeld? Het is geen gemiddelde, je bent nooit klaar. Zeg maar, hoe lang ben jij bezig? Ik ben nu 9 jaar bezig en ik ben nog niet klaar. En dan is de vraag, laat zeggen ik heb al mijn operaties en alles gehad. Ben ik dan nog steeds klaar? Ja, maar dan heb je ook nog een verschil tussen je sociale transitie en je medische transitie. Zeg maar, mijn sociale duurt al wel bijna 3 jaar. Mijn medische transitie begin ik nu pas. Oké, laten we nu even een relevante ding erbij gooien. Nikki Tutorials, die is nu eigenlijk nog steeds bezig met transitie, want die heeft net de sociale transitie gedaan. Ja, inderdaad. Ja, zij is al sinds jongs af aan bezig met medisch. En die is heel lang is ze steld gaan leven. En dan wordt nooit tegen iemand gezegd dat ze trans is. En nu is ze uit de kast gekomen. Nu begint haar sociale transitie. Dus ben je het echt klaar of af? Ik denk het niet, want je moet elke keer jezelf opnieuw ergens introduceren in een nieuwe space. Moet je nadenken, wil ik het mensen vertellen? Ga ik het vertellen? Is het een veilige plek? Dus ik denk dat je nooit omzet klaar bent met trans zijn. Je bent altijd aan het bedenken. Denken, strategisch. Aan wie ga ik het vertellen? Aan wie ga ik je blijft sowieso forever uit de kast komen. Je moet altijd uit de kast blijven komen. Plus, dat houdt dan ook weer in stand dat mensen denken dat je echt gaat laten ombouwen. Dat ook. En ik ben geen IKEA-set, dus ik ben nooit klaar. Dus je moet altijd opnieuw mensen gaan corrigeren, opnieuw introduceren. Mensen willen je babyfoto's zien, je oude naam weten. Dus je bent nooit, met transitie, je bent nooit 100% klaar. Het is net herpes, het blijft altijd terugkomen. Wat moet je nooit zeggen tegen iemand die trans is? Heb je al een lul? Zo van, heb je die al gekocht, weet je wel? Ja. Mensen denken echt dat je die gewoon bij het vuur gaat en dan denken, hey, mag ik voor zoveel euro even een piemel kopen, dankjewel. Ook gelijk vragen naar je familie. Heeft je moeder al verlaten? Heeft je vader je al verlaten? Houdt nog wel iemand van je leven? En dan ben je like, ja, alles gaat goed, geen probleem. Het is altijd gelijk vragen naar de drama. Begin sowieso niet met, je bent goed gelukt. Maar vraag ook geen dingen die je elke andere persoon ook niet zou vragen als je diegene niet kent. Je moet zo bedenken, als dit een cis persoon was, zou ik diegene ook vragen naar zijn piemel. Als het antwoord in je hoofd nee is, dan waarom zou je het doen bij trans mensen? Het is niet of wij een PowerPoint presentatie klaar hebben staan. Hier heb je 20 foto's van mijn kut en elke zijaanzicht, vooraanzicht, wat je maar wilt. En hier heb je al mijn jeugdtrauma's op één pdf. Ja, hier heb je poena in je portfolio. Zo werkt dat gewoon niet, dat doe je gewoon niet. Dus als ik niet met je naar bed ga. Of je betaalt niet om naar bed te gaan, dan is het gewoon niet dan nodig om te weten. Dan hoef je ook niks te weten. Nee. Wat doe je als mensen je misgenden? Overleven, want mijn moeder misgende de tering uit me. Mijn moeder is een levende mysterie. Ze accepteert dat ik trans ben. Ze stuurt me links over trans zijn. We bespreken het ziekenhuis. Maar nog steeds gebruikt ze, zij, haar, mijn dochter. Terwijl ik een volle baard heb. Ik vind het best wel een nice diepe stem. Maar ze heeft één keer tussen neus en lippen door heel snel gezegd. Ik kan nog niet aanpassen, want je hebt nog niet je operatie gehad. Dus ik kijk naar dit hoofd. En mijn ma is nog steeds like, dit is mijn dochter. Voor mij maakt het denk ik uit ook wie het zegt. Zeg maar als iemand het meisje bij de Shell ineens mevrouw zegt. Dan zeg ik ja, hoe vaak ga ik jou nou zien? Maar als iemand in mijn vriendengroep dat zegt, dan vind ik dat wel pijnlijk. Vooral als ik al heb uitgelegd hoe het voelt en dat soort dingen. Kijk, doe het expres met intentie om pijn te doen. Dan ten eerste kinderachtig. Doe het één keer per ongeluk, die ene keer, want hoeps, het viel eruit. Dan geen probleem. Dus je hebt één keer per ongeluk gemisgenderd. Maar het was gewoon, ik was echt aan het kloten. En toen zei ze hardop, niet alleen misgenderd, maar ook mijn volle naam. Mijn oude naam. Maar ik was ook in elkaar aan het slaan. Dus ik snap niet, dat doet uit paniek, weet je. En dan ben ik like, oké, ik snap het. Het is paniekmode, je kan niet nadenken. Je krijgt pak slaag, want je verdient het. Dan snap ik het. Maar als iemand nu naar me toe komt, ik heb je 10 jaar niet gezien. Het eerste wat je zegt is, voor mij blijven voor eeuwig zij. En dan ben ik like, wel cool, we zijn geen matties meer. Blok me maar op Instagram, blok me maar op Facebook. Je moeder en je vader kennen ze ook niet meer. En we gaan gewoon weer weg, weet je. Want dan ben je gewoon met intentie, ben je gewoon lijp aan het doen. En daar heb ik geen tijd voor. Wat zijn de voordelen om als man door het leven te gaan? Voorgelaten worden. Ben jij voorgelaten? Ja, zeker. Dat is jouw witte privilege. Niemand zeg laat maar, me mensen voor. Houden deuren ineens voor me open. En dan zeg ik, oh, oké. Okay. Mensen sluiten het is een deuren beetje harder bij mij. Omgedraaid, maar... Hoe mensen luisteren instant naar mij. Gewoon, ik kan shit lullen en mensen zijn like, oké, ik geloof je wel. Maar ik denk, zou je vrouw bent en je zegt iets. En mensen zijn gelijk van, oké, ik wil nu 10 Wikipedia links over wat je net hebt gezegd. Ik vertrouw niet als vrouw zijnde. Wat ik wel jammer vind, is geen voordeel. Maar mensen zijn nu gewoon bang voor me. Als ik op straat loop en een vrouw ook op straat. Ze zwiept hem gelijk de andere kant op. Is het een voordeel om te zeggen dat er minder kans dat ik gepakt word op straat door iemand? Zeker. Het is een voordeel. Dat zeker. Ook. Ja. Voor de rest, ja, geen gevaar meer op straat. Dat is wel een chiller. Dat is een nummer 1 voordeel. Ik vind een nadeel wel, maar ook weer een voordeel. Dat mensen gelijk verwachten dat jij de dingen wel doet. Als je iets moet tillen, dat doet Jason wel. Ik ben 1,60, wat wil je dat ik ga tillen? Wat zijn de standaard problemen die trans mensen tegenkomen in het dagelijks leven? Wc's met uitgaan. Ik ga uit in zo'n plaatselijk pupje en die heeft dan wel 2 urinoirs en 1 wc-hokje. Maar dat wc-hokje, die wc daar heeft geen bril. En de deur heeft geen slot. Dus dan sta ik altijd bij de vrouwen in de rij. En ik word altijd gewoon geskipt, omdat mensen dan zetten van, oh, hij staat in de rij voor de mannentoilet, dus ik ga gewoon langs hem heen. En ik sta daar ondertussen echt met van, ik moet nu echt plassen, maar ik word daar niet binnengelaten en daar kan ik niet naar binnen, dus... Wat ik heel kut vind is 20 urinoirs op een rij en dan 1 toilet. Ja. En de persoon die het toilet achterlaat heeft net
net de lijpste bout achtergelaten. Mm. Je bril is nog warm en jij moet ook contact maken met dat. Ik sta nog 5 minuten in die bril dat het koud is. Ik zweet, ik leg mijn pinkie erop. En ik ben like, oké, het is nu koud. Ik kan zitten. Dan ga ik met die fucking toiletpapier eroverheen. Ja, ja, ja. En dan moet je gewoon je adem inhouden tot je klaar bent. Want ja, dat is gewoon daar. Dat is voor mij mijn grootste struggle van dag tot dat leven met trans. Kleding. Ja. Probeer mij niet in een shirt te duwen. Ik heb laatst mijn vriendin een oude shirt gegeven. Zij heeft 100i. Of I100, hoe je wilt zeggen. En zij krijgt mijn shirts dicht. Dat betekent, ik heb nooit mijn titel laten meten. Ik zit rond de I100. Probeer een mannenshirt te vinden dat kan dekken. Zonder dat je heel duidelijk 2 watermeloenen hebt. En mensen denken, like, is die gast zo dik dat hij 2 watermeloentieten heeft? Zijn dat ultramoves? Mm. Of is dit een bitch met een baard? Dit was Kut Mannen voor deze keer. Ik wil iedereen bedanken die vragen heeft ingestuurd. Voor nieuwe vragen, laat ze achter in de comments of bij onze Instagrams. En zien jullie de volgende keer. Als iemand nu naar me toe komt, ik heb je 10 jaar niet gezien. Het eerste wat je zegt is, voor mij blijven we voor eeuwig zij. Dan ben ik like, wel cool, we zijn geen matties meer. Blok me maar op Instagram, ja, blok me maar op Facebook. Je moeder en je vader kennen ze ook niet meer. En we gaan gewoon weer weg, weet je. Want dan ben je gewoon met intentie. Ben je gewoon lijp aan het doen en daar heb ik geen tijd voor.